Yes, en welkom bij deze nieuwe video. Garry Kasparov, misschien wel de sterkste schaker ooit. Hij heeft 5 wereldkampioenschappen gewonnen, de meeste van iedereen. Hij is daarnaast de jongste die een wereldkampioenschap heeft gewonnen met 22 jaar. Ik ben 22, hij was toen al wereldkampioen. Bizar. En hij heeft de hoogste FIDE-rating ooit gehaald tot 2013. Toen kwam Magnus Carlsen eroverheen, maar ja... We kunnen er niet omheen. Hij is gewoon een van de sterkste spelers ooit. Samen met, ja, voor mij, Magnus Carlsen en Bobby Fischer. Ja, die drie, dat zijn echt de grootste schakers die er zijn. En vandaag ga ik op de 5 beste zetten van Garry Kasparov reageren. Vind je dat nou leuk? Doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we nu beginnen. En de 5 beste zetten heb ik zelf niet uitgekozen. Nee, dat heb ik lekker laten doen door chess.com. Ze hebben een video geüpload, een tijdje geleden al. Met Garry Kasparov's 5 most brilliant chess moves. De zetten gelden nog steeds, want Garry Kasparov is in 2005 gestopt met professioneel schaken. En deze video is geüpload in 2019. Dus nou, de zetten zijn nog steeds de meest briljante van hem. De video wordt... Je ziet de 5 zetten en er wordt commentaar gegeven door Grandmaster Simon Williams. En zoals altijd bij dit soort video's, als ik deze maak, ga ik eerst even kijken of ik zelf de zet kan vinden. En dan ga ik hem ook nog aan jullie uitleggen. Dus laten we eigenlijk direct beginnen. Let's go! The ginger beard of knowledge here. And we're going to take a look at one of the greats and his 5 most amazing moves of all time. Garry OG Kasparov. Make sure you like this video now. And we're going to move over to those amazing moments and moves. Now, this first example was played against Topalov, another brilliant player, and we have Garry with the white pieces. He used to love attacking and ripping his opponent's king apart. And in this position, he does just... Even kijken voordat hij het gaat zeggen. Ja, wat zou hier de set zijn? Ik zie dat die dames naar elkaar kijken. Misschien kun je daar iets doen. Stel je voor, slaat de dame, pakt de toren terug. Kun je hier schaak geven op e7 misschien? Maar... Ik denk dat de koning al wegloopt. Ik zie, ja, in de stellingen zijn er een beetje regeltjes. Zoek naar schaakjes. Zoek naar een stuk slaan. Zoek naar aanvallen. Dan ga ik direct kijken natuurlijk naar schaak, zoals hier. Hier schaak geven met het paard. Maar dan wordt die denk ik gewoon geslagen door de loper. Kan je terugslaan. Verlies je gewoon de pion. Ik zie niet zo snel een hele briljante zet. Nee, ik ben benieuwd. Just that. Rook takes d4. And this obliterates the pawns around black. Dat lijkt me toch gewoon dat je je toren weggeeft. Ja, oké, okay, ja, die koning staat wel heel onveilig natuurlijk. Maar als, ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt als die toren wordt geslagen. Black's king. These pawns at the moment do defend the black king. Yeah. But now white rips them apart. Gets rid of that protection. What can black play? Well, if black swaps queens... White has won a safe pawn. Yeah. So Topalov takes the rook. Garry is now 4 points down, but he has another blow that hits to... Als Garry Kasparov ooit een toren afreelt voor een pion tegen mij, dan ga ik nooit die toren slaan, want er zal er wel weer iets geniaals komen. Ik ben heel benieuwd. Topalov hard. Rook to e7 check. Who needs rooks anyway? Just throw them away. The black queen is controlling that square, but we're trying to use a bit of diversion to move that queen away. Okay, als je die toren slaat met de dame, dan kan je de pion op d4 slaan. En dan komt die koning wel in de problemen inderdaad. Dan kan je voor schaakmat gaan spelen zelfs. Ja, ik zie hem al. Ik ben benieuwd. So for example, if black takes the rook, which he did not do, then queen takes d4. Leads to checkmate, all because of the b6 square. King to b8 pretty much forced, queen to b6 check, and now the knight slides into this square, and eventually the queen delivers a kiss of death checkmate. Very nice sequence of checks there. Ik heb hier nog even de stelling op het bord en dan ga ik nog even laten zien wat er gebeurde in de partij. Nou, net dit hebben we al gezien, er wordt hier geslagen en nu komt hier toren naar e7 slaan. Dan ga je mat, dus de koning ging uiteindelijk naar b6. Maar dat helpt ook niet helemaal, want deze zet kwam hier. Dame slaat op d5, schaak. Ja, de koning moet ergens heen. Hier kan hij niet heen, hij kan hier niet heen, hier kan hij niet heen. Dus hij moet bijna wel hier slaan. En toen kwam deze zet b4, schaak. Ja, de koning kan niet terug.
door de dame. Dus die moet eigenlijk wel bijna naar dit veld. En hier speelde Garry Kasparov weer een mooie, rustige zet die heel goed werkt. Dame naar c3. Je dreigt hier zo meteen mat. Die koning staat hier helemaal vast aan de rand van het bord. Ja, heel veel schaakmatdreigingen. Dus Garry Kasparov, ook al staat hier 6 punten in materiaal achter. Ja, won uiteindelijk wel deze partij door deze briljante serie van briljante zetten. Dus mooie eerste zet. Now, hopefully a number of you guys watching this will be able to spot the following idea. It's white to play and the black king is rather precariously placed there. So how can we force our way through to deliver a devastating check against that? Even kijken, ja, die koning die staat daar niet heel lekker. Kan niet meer rokeren. Staat gewoon in de problemen. Die toren komt er ook lastig bij natuurlijk. Maar nou, er zit wel een briljante zet in deze stelling. Anders dan zou het er niet over gaan. Waar ik dan naar kijk is schaakje geven. Als je hier nu schaakt, kan je hier op A3 geven met de dame. Hier is een diagonale schaak. Maar dan denk ik dat de dame er nog voor springt of het paard. Dus dat wordt dan lastig. Dus... Nou, wacht eens even. Ik denk als je hier nu slaat met de toren, dan kan het paard er sowieso al niet voor springen. En moet de dame eigenlijk wel terugslaan. En dan gaat hij op een wit veld staan. En dan kan hij niet meer diagonaal naar een zwart veld komen. Dus Steven weer slaat, denk ik. Slaat de dame terug. Dan kan je hier schaak geven. Dan staat de zwarte koning bijna mat, toch? Die kan niet naar dit veld. Kan niet naar dit veld door het paard. En kan dan niet daarheen. Dus dan moet hij zijn dame er wel voor zetten. En dan win je die. Volgens mij is dat hem. That king. Think violence. What would an original gangster do? Garry Kasparov. Rook takes c8. Ja, ja. Mijn idee klopt. Ja, we kunnen nog even verder kijken, maar... The point behind this move. We're getting rid of the knight that could have defended on e7. Black actually resigned here because he saw queen takes c8 would be met by this lovely, delicate, swinging move. Queen to a3 check. And this... Hey... Ik had hem wel gevonden. Ik had deze nog niet gezien, maar wel gevonden. Ja, die dame kan ervoor schuiven hier, maar sla hem gewoon met de pion. Sta je compleet gewonnen. Want voor die toren win je eigenlijk een soort van de dame en een paard. Ja, dat gaat zwart nooit meer terugkomen, want je hebt dan een dame tegen de toren. En dan gewoon een paard extra. Dus ja, geen problemen meer voor Kasparov. Laten we doorgaan. Well, chess is all not crash, bang, wallop, checkmate. As much as we'd enjoy it to be that way, we often have to combine a bit of crashing with a bit of positional play. And this is what Garry does in the following position. He's playing Shirov, and Garry has established a big knight in the center of the board. This is what we call an outpost. Yeah. But Black is getting ready to eliminate that knight with chances of equality. Garry now plays a... Ik ben net op tijd, denk ik. Even kijken, hoor. Ja, deze stelling. Oké, dat paard... Ja, dat staat daar super sterk. Kijk daar die zwarte stelling in. Ja, al die zwarte velden die hij controleert. Zo hier, hop, 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 hop. Heel lekker natuurlijk. Dus even kijken, ja. Hoe kan je dat paard daar behouden? Ja, als je hem wordt geslagen, kan je terugpakken met de dame. Komt je dame er goed in, maar nog steeds. In dit soort stellingen, wat ik dan meestal zou doen, is proberen het paard te verdedigen met de paard. Zodat als de loper dan slaat, dat het paard dan terug kan slaan. Maar... Even kijken, hier, ja, je kan paard E3 spelen, maar ja, gaat zwart denk ik gewoon rokeren verder met zijn ontwikkeling en is die prima, dus dat zal wel niet zijn. Ik ben benieuwd. Beautiful concept. Rook takes B7. Now the rook is worth 5 points, the bishop 3, so he's clearly sacrificing 2 points. And for what reason? Well, after B4, we can see his positional idea. Number one, his knight remains on this square. There's nothing Black can do to ever get rid of... Het is wel een heel sterk paard, inderdaad. Dus ja, we geven waardes aan schaakstukken. Paard, loper 3, pion 1, toren 5, dame 9, koning oneindig. Want als je koning verliest, ben je natuurlijk klaar. Maar dit paard is zo sterk in deze stelling. Ja, die zou je wel makkelijk 4 punten aan waarde kunnen geven. Wellicht wel, ja, misschien wel 5. Dus op zich, ja, dat begrijp ik dan nog wel. Of this fantastic piece. It can't be attacked by a pawn. It can't be eliminated by a bishop. And with the move B4,
White is also really restricting the possibilities of the knight on b7. That knight can't get back into the game. So this is a long-term positional idea that was so effective, but a very, very nice concept. How many people would give up points in such a way, which doesn't have an immediate goal, but a longer effect? Ik niet, zoals je net zag. Laten we naar de volgende gaan. Another customer of Gary's was Nigel Short. Nigel Short paid out Gary on many occasions, and this is no exception. In this position, Gary with the white pieces. And this next move, again, has some beautiful subtlety behind it, which ends in a dynamic attack. Can you see the move here that will open up the black king? The black king looks quite safe, but oké, okay. Ja, de hele gesloten stelling. Alle pions staan nog op het bord. Eigenlijk bijna alle stukken. Alleen zwart heeft een loper. Ze hebben een loper afgereld allebei. Allebei de witveldige loper. Hoe ga je die koning opengooien? Ja, ik ga dan weer kijken naar schaakjes slaan en aanvallen. Schaak geeft met het paard, maar dan wordt hij gewoon geslagen door de pion. Gaat de koning wel een beetje open, maar verlies je materiaal. Dus kan ook nog met de loper zelfs. Dus ja. Nee, in deze stelling zie ik het niet. Dit moet wel een hele variante zijn dan. Ik ben benieuwd. Gary was an expert of opening up those cans. The cans of beans. Get the little opener out. Give it a little open. Let's get to the king. Oh yeah, checkmate. There we go. What did white now play? Bishop to h6. And this is an amazing idea because you're... Loper h6. Ja, die kan gewoon geslagen worden. Zie ik het nog steeds niet. Ja, je kan dan met paard naar f6 schaak komen. Heb je een vorkje op de dame en de koning. Kijk, als je hier slaat, is dit veld vrij. Maar die loper kan nog slaan, toch? Dus ik heb hier de stelling even op het bord staan. En inderdaad, loper naar h6 is een geweldige zet. Briljante zet. Offer op een vrij veld, dat zie je bijna nooit. En ja, het ziet er ook heel mooi uit. Ja, de loper moet bijna wel geslagen worden. Anders had je allemaal van dit soort problemen. Dat hier die pion heel zwak stond, omdat hij ook stond aangevallen. En ja, dan komt hier dame naar d2. Levensgevaarlijk. En er is niet echt een hele mooie manier om deze pion te dekken. Ja, je kan je loper ervoor zetten, maar die sla ik eraf. Met het paard zelfs misschien. En dan is de aanval nog steeds in leven. Dus... ja, het is een hele lastige stelling om te spelen. In de partij werd deze zet gespeeld, F5. Maar ja, je denkt, nou, misschien als je nu slaat, om mat geven, want dan gaat die loper aan de kant. En dan is dat veld gedekt. Dus Gary Kasparov speelde natuurlijk de zet die in deze stelling moet. En ook niet anders kan. En dat is natuurlijk en passant slaan, want dat moet altijd. Nee, dat is een grapje, maar ja, het is wel mooi als je en passant kan slaan. Dat wil je natuurlijk ook doen, omdat het niet zo vaak voorkomt. Even kijken, als je met de loper slaat, pak je terug met het paard, heb je een vorkje. Dus dat gaat niet gebeuren. In deze stelling, ja, die loper wordt aangevallen, dus die ging één veld naar achter. Ja, en toen kwam Gary Kasparov hier met slaan. Hier dreigt hij allemaal vervelende dingen. Het veld wordt 3 keer aangevallen, dus schaakmat dreigt redelijk snel. Nou, de tegenstander probeerde nog hier extra verdediging bij te zetten, maar hier kwam het paard. Er dreigen allemaal dingen. F7 wordt zo meteen gedreigd. Deze stelling was niet meer te houden. Gary Kasparov won dus ook de partij door die briljante loperzet. Heel mooi gedaan. Laten we doorgaan naar de laatste. Another beautiful example. He's playing, Gary's playing. He? Who is he? It's the big OG. Is playing against India's finest ever player, Anand. With the white pieces here, he sacrificed a rook, but the next move has a theme we've already seen. Now, to try and help you find Gary's move, let's just think what white could be trying to play here. Even kijken. Ga ik even kijken hoor. Hij staat dus een toren achter, dus dan moet je wel met iets moois gaan komen hier. Ja, ik zie die koning, die staat hier in het midden nog, ja, een beetje zielig. Kijken, ja, wat kan ik hier nou nog doen? Dus ik zit dan te kijken, hoe ga je die aanvallen? Nou, die loper hier helpt, die pion die helpt hier 2 velden af te nemen. Dus je wilt hem gaan pakken met schaak. Ik zit aan deze schaak te kijken, maar komt hier gewoon g6. Ja, wordt het wel weer lastig om hem aan te vallen. Dus misschien, ja, iets daartegen te doen. Ik weet niet, ik ben benieuwd. Ook moet je oppassen dat die loper hier niet weggaat, hè, want...
dan wordt het ook wel weer lastig. Dus ik ben benieuwd. Laten we kijken. Well, he could try queen to h5 to try to come into the f7 square. But black always has g6, blocking the check. So Gary found a way around this. A little sliding move into the oblivion. Bishop to h6. This move is quite astonishing, as we're throwing the bishop into the same square as we just saw. In this case, we're trying to eliminate the pawn on g7. Ja, nu wil je die pion weghalen, dat hij niet naar g6 kan zo meteen. En als hij nu naar g6 gaat, dan kan je gewoon slaan. Ja, 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 ik ben benieuwd. Laten we doorkijken. For example, if black now takes the bishop, we don't even need to take the queen. There's a better idea. Ja. Can you see the idea? Oh, dat doet hij natuurlijk ook nog. Hij valt ook nog de dame aan. Maar je geeft je schaam. Queen to h5 check. Followed up. Ik ga hem even uittekenen voor de rest op het bord, want dat is wel leuk om te zien. Ik heb hier de stelling dus even. Laten we nog even verder kijken. Lopen naar h6. Zagen we net. Nou, als de pion slaat, geef je hier een schaakje. Waar kan de koning nog naartoe? Er kan niks voorspringen, want die pion die kan niet meer naar g6, want die staat nu hier. Dus de koning moet naar e7. En dit is schaakmat. De koning kan niet hierheen door de pion. En alle andere velden zijn ook afgenomen door de dame en de loper. Maar wat nou denk je, oh nou, dan laat ik gewoon even die loper staan. Nou, dat gebeurde ook in de partij. Hier kwam dame naar c3 hier, om uit die aanval van die toren te gaan. En als je dan nu komt, ja, dan komt nog steeds g6. Dus Kasparov speelde deze zet. Loper slaat op g7. Als de loper terug slaat, ga je weer mat in 2. Schaak, koning hierheen. En dit is weer schaakmat. Dus dat helpt niet. De loper werd dus niet geslagen, maar de zet die Anand wel speelde, was dame naar d3. Om hier extra het veld te blokkeren. Als je nu daar komt, ja, dan gaat de dame hierheen. Maar ook dat werd er niet gedaan. Loper slaat hier op h8. En je hebt gewoon een hele lekkere stelling met wit. Je staat volgens mij nu voor in materiaal. Ja, je staat één pionnetje voor. Maar het grootste voordeel dat je hebt, is dat deze koning van wit, van zwart, gewoon helemaal, ja, in het midden staat nog. Dit kan door allerlei stukken worden aangevallen. En wit staat hier gewoon lekker. Lekker te chillen. Die vindt het wel prima zo. Die kan lekker gaan aanvallen. En daardoor won Kasparov deze partij ook over Anand. En ja, weer met zo'n prachtige zet. Twee keer achter elkaar dezelfde, alleen dan in andere stellingen. Lopen naar H6. Onthouden. Zo, dat was de video alweer. De oortjes kunnen weer uit. Dit waren de 5 meest briljante zetten van Garry Kasparov. Vond je het video nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En volg me even op Instagram en op Twitch voor meer schaakcontent. En laat me vooral even weten in de reacties. Wil jij nou meer van dit soort video's zien waarin ik ga reageren op, ja, diverse grootmeesters? Laat het me weten. En misschien, ja, weet je nog wel een grootmeester waar ik op kan reageren die jij graag wilt zien. Lijkt me misschien wel leuk. Er is een playlistje, heb ik hier in de beschrijving gezet. Kan je nog meer van dit soort video's checken. Als je dat leuk vindt. Dus ja, wie weet. Hey, ik zie je in de volgende video. Laters.